Je denkt er niet over na als je een strike gooit op de bowlingbaan. Maar hoe werken de machines die de kegels weer op hun plek zetten? DNK is een bedrijf dat sinds 35 jaar elektronische en mechanische producten maakt voor de meest uiteenlopende sporten. Op dit moment is de bowlingmachine, de pinsetter, ons hoofdproduct. De units die hijsen de pin op en die zetten hem weer keurig netjes neer. Het afmonteren van de units gebeurt hier en als ze hier helemaal klaar zijn, gaan ze naar de testmachine. Als ze van de montage afkomen, worden ze hier op de testbank gezet. Wij zijn als enige op de wereld die een luchtgestuurde unit gebruiken per pin. Het bijzondere aan dit systeem is dat alles op luchtdruk werkt. Het wordt natuurlijk elektronisch aangestuurd. Hier wordt alles ingeregeld en nog eens goed gecontroleerd. Maar het werkt op lucht en dat heeft niemand. Het product wordt compleet aangeleverd, zowel de elektronica als de mechanica. Hier zie je dat het getest wordt en aan deze zijde ook. Die jonge dame is de QWERTY-toetsenborden aan het testen die we gebruiken voor het scoringssysteem. We zien hier een CNC-machine, een computergestuurde freesbank. En hier worden eigenlijk alle onderdelen opgemaakt die wij gebruiken voor onze pinsetter. Zowel van hout als kunststof als lichte metaalsoorten. We staan hier in onze werkplaats. Dit is een klein gedeelte van de werkruimte natuurlijk. Aan de achterzijde hebben we ook nog een zaagtafel. Eigenlijk alle conventionele machines die we altijd gebruikt hebben. Maar het meeste werk wordt nou toch op de CNC-machine gedaan. Ook om handjes vrij te houden voor onszelf. Die machine die loopt van zichzelf. Je gooit het programmaatje erin en als je het goed geprogrammeerd hebt, dan doet hij zijn werk. Dus hoef je niks meer te doen. Dit is de laatste testfase van de machine. Als alles gecontroleerd is, dan wordt hier de laatste assemblage gedaan en afgetest. En ik denk dat we een heel eind zijn. Deze gaat naar Enschede. Laten we maar eens proberen, Wim. Lijkt allemaal in orde. We hebben hier een funball, dus een kleinere machine. Ongeveer 70% van een grote machine. Speciaal ontwikkeld voor kinderen. De pins zijn zo gesitueerd dat ze niet mis kunnen gooien, dus altijd plezier. En we moeten voor eind augustus nog 80 machines leveren, dus ik zou zeggen, aan de slag maar weer.